Welkom, dames en heren. Welkom. Fijn dat u kijkt. U kijkt naar de Pep Talk Show live vanuit de Kom in Nieuwegein. En deze editie staat helemaal in het teken van de Week van het Geld. Een landelijk initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken. Vandaag is de laatste dag van die week die de bedoeling had om geldzorgen bespreekbaar te maken. Om te komen tot oplossingen. En daarvoor waren er workshops, vragen, uurtjes en er waren allerlei mooie activiteiten. Waaronder ook een prijsvraag waarin we hoopten dat u kwam met fantastische tips om te besparen. Daarvan zijn een hele hoop mooie inzendingen binnengekomen en wij hebben prijzen te vergeven. Dat gaan we vandaag doen. Ik ben heel blij dat we deze mooie week mogen afsluiten met deze talkshow. En dat doen we met een hele hoop bijzondere gasten. Ik stel ze graag alvast aan u voor. Ik ga in gesprek met mensen van 4Youth Nieuwegein, medewerkers van de schuldhulpverlening. We duiken de geschiedenis in van de armoedebestrijding in Nieuwegein. We hebben muziek. U hoort hem al, Hierassimo. En straks wordt hij bijgestaan door Gina Voka. En we krijgen bezoek van cabaretier Jurgen Rijman. Maar eerst ga ik even terugblikken op de Week van het Geld. En dat doe ik met Esra Perlooi-Sebbag. Esra, welkom. Fijn dat jij mijn allereerste gast wil zijn in deze Pep Talk Show. En jij doet dat vanuit de gemeente Nieuwegein. Jij bent daar beleidsadviseur armoede. Zeker, ik ben beleidsadviseur armoede en tevens de coördinator van de Nieuwegein Stadspas. Kijk, en de Stadspas mag je meteen even uitleggen. Waar is die voor? De Stadspas, dat is de lokale kortingspas voor mensen met een laag inkomen. Daarmee kunnen ze allerlei leuke dingen doen op het gebied van sport, kunst, ontmoeting, cultuur. En jij bent beleidsadviseur armoede. Was jij dan ook degene die zei, hey, er is al een aantal jaar deze Week van het Geld. In het hele land doen allerlei steden daaraan mee. Alleen Nieuwegein nog niet. Het is het eerste jaar dat Nieuwegein meedoet. Was jij degene die zei, burgemeester, hup, laten we meedoen? Ik zou graag willen zeggen ja, maar dat is niet zo. Alle lof gaat naar mijn collega Grace. Zij was ook de trekker van dit hele project. Maar toen ze het aangaf, toen vond ik het natuurlijk ontzettend leuk. En ik ben heel blij dat we nu afgelopen week dit hebben gerealiseerd. En wat was de reden om mee te doen? We zijn al een tijdje bezig om eigenlijk de verschillende regelingen die we hebben om mensen met schuldenproblematiek of armoedeproblematiek of iets in die omgeving allemaal, om mensen te helpen en om die duidelijker te maken en zichtbaarder te maken. En daar zochten we altijd al manieren voor. En dit is eigenlijk een heel mooi landelijk initiatief waar wij lokaal op konden inhaken. Dus we dachten van, nou, dat moeten we gewoon gaan doen. En op wat voor manieren? Want ja, je hebt natuurlijk te maken met alle coronabeperkingen. Dus ja, het zal het meeste online zijn geweest, alles waarschijnlijk? Absoluut, alles was online. Dat is heel jammer, want gewoonlijk is een lokale Week van het Geld juist heel erg in de stad en met de stad. Met heel veel fysieke activiteiten, veel ontmoeting en interactie. Ook op scholen allemaal dingen. Nou, dat was dit jaar helaas niet het geval. Maar het was voor ons een eerste keer. We hebben nu in ieder geval kunnen proeven van wat er allemaal mogelijk is. Er zijn allerlei activiteiten geweest digitaal, wat ook best wel goed is verlopen. We zijn inmiddels natuurlijk allemaal best handig geworden met de digitale wereld. Dus je zag dat het inloggen en zo allemaal best wel goed ging. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien, omdat het online is, zelfs laagdrempeliger is. Want vaak zullen mensen zeggen, ja, allemaal leuk en aardig. Ik zit met een probleem, ik heb schulden, ik schaam me daar een beetje voor. Ik wil misschien helemaal niet naar dat buurthuis. Ik doe het liever vanuit mijn eigen woonkamer. Ja, absoluut. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen. En op deze manier kon je natuurlijk ook ervoor kiezen om niks te zeggen, om je camera uit te zetten bijvoorbeeld, zodat je wel gewoon alle informatie op kon nemen. Ik moet zeggen dat dat niet heel vaak is gebeurd trouwens. Mensen wilden wel echt heel graag meedoen. Ja, want misschien ook wel even goed om te zeggen, is het iets om je voor te schamen? Nee, tuurlijk niet. Absoluut niet. Ik bedoel, heel veel meer mensen dan we denken hebben geldzorgen. En je ziet natuurlijk de afgelopen tijd, corona heeft nog meer mensen in de problemen gebracht. Dus we willen juist als gemeente dat taboe gewoon doorbreken en aangeven van maak het bespreekbaar. We willen heel graag mensen helpen. Maak gewoon duidelijk waar je behoefte aan hebt.
Wat zijn nou de hoogtepunten van de afgelopen week? Heb je zelf er ook nog iets van geleerd zelfs? Nou, ik heb zelf ook een presentatie gegeven. Ik heb mensen verteld wat je allemaal met de Stadspas kan doen. Wat ik heb geleerd is dat ik met de Stadspas nog veel meer per doelgroep bijvoorbeeld iets zou kunnen doen. Dus echt voor de ouderen specifiek, voor de kinderen specifiek. Dat je allemaal aparte methodes hebt voor de verschillende personen. En wat heel goed heeft gelopen was de escape room. Er is een heuse escape room georganiseerd. En dat was door de tussenvoorziening. En dan kon je door middel van allerlei financiële weetjes, zeg maar, moest je door mijn opdrachten heen banen. En die was heel leuk ontvangen. En dan kon je escapen uit je eigen huis? Nee, het waren allemaal opdrachten. Ja, inderdaad. Nee, het waren allemaal opdrachten. Er is ook een prijsvraag geweest. Wat was de vraag daarbij? De vraag was, wat is jouw beste budgettip? Kijk, hoe kunnen we besparen? Hoe kunnen we de kosten een beetje drukken? Mensen konden hun tips, hun adviezen mailen. Ja, naar ons mailen inderdaad. En daar hebben jullie een selectie uitgemaakt, de mooiste tips. En we gaan straks aan het eind van het programma onthullen wie die winnaars zijn. Mensen zijn natuurlijk ook benieuwd naar die tips. Gaan die nog ergens te lezen zijn? Ja, in de loop van de week zullen we zorgen dat die op de social media kanalen van de gemeente Nieuwegein ook gepubliceerd worden. Als mensen nou zeggen, ja, ik heb die week gemist. Verdorie, ik hoor er nu voor het eerst van. Kunnen mensen het nog terugkijken? Kunnen ze naderhand de komende maanden nog bij jullie aankloppen? Of? Nou, zeker. Het mailadres weekvanhetgeld@nieuwegein.nl blijft gewoon open. Maar nou, ik stel mezelf ook echt wel beschikbaar als jullie vragen hebben. Mail naar stadspas@nieuwegein.nl en dan zorg ik dat jullie vraag gewoon opgepakt wordt door de betreffende collega. We staan altijd natuurlijk open voor onze inwoners. Op onze website staat heel veel informatie. Kom naar ons met vragen. Want dat is uiteindelijk waar die hele week voor bedoeld is. Absoluut. Wees welkom. Het is laagdrempelig. Ja. Geneer je niet. En mail naar stadspas@nieuwegein.nl. Yes. Ik dank je hartelijk. Dankjewel, yes. Esra. Heel graag gedaan. We gaan het hebben over WIL, werk en inkomen, Lekstroom. Consulente hulpverlening heb ik hier bij mij. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ik heb Chantal van der Wal en Marjolein den Hartog. Welkom. Jullie gaan mij alles uitleggen over wat WIL dan precies doet, wat jullie werk is, wanneer ik jullie nodig heb. Jullie zijn experts in mensen helpen. Deze problemen oplossen. En we dachten, we willen niet alleen maar over deze mensen praten, maar het liefst ook met. En we hebben iemand bereid gevonden die vanuit deze hoek meeluistert en vrij is om te reageren. Fijn dat je er bent, Karin. En ik houd in jouw geval bij je voornaam. Maar je mag je overal mee bemoeien. En ik kom zo bij je terug. Nadat we eerst hebben uitgelegd, WIL, wat is dat? Zal ik bij jou beginnen? WIL, werkinkomen Lekstroom. Wij zijn van schuldhulpverlening. Dus wij helpen eigenlijk mensen met financiële problemen. Als ze problematisch zijn, dan kunnen wij zeg maar bemiddelen met schuldeisers. En dat is wanneer is mijn geldzorg problematisch genoeg om bij jullie aan te kloppen? Eigenlijk als je zeg maar de tweede maand niet meer aan je vaste lasten kan voldoen. Dus als je je huur niet meer kunt betalen of je hebt problemen met je energierekening. Dan kan het al verstandig zijn om met ons contact te zoeken. Het liefst hebben we natuurlijk zo dat je zo vroeg mogelijk je aanmeldt. Zodat we kunnen kijken, kunnen helpen, kunnen adviseren. Ja, en dat kijken, helpen, adviseren. Wat voor dingen doe je dan als ik jou bel? Ik zeg,
ik kom er niet uit, het is nou de tweede maand. Ja. En sommige mensen zullen helaas heel veel later pas bellen. Maar ja. Ik heb jou voor het eerst aan de telefoon. Wat vraag je me dan? Dan gaan we eigenlijk in gesprek over wat je situatie is. Dus heb je een baan, heb je een uitkering? Wat is er precies aan de hand? Waarom kun je je rekeningen niet betalen? Als we dan proberen we een beetje een breder beeld van je te creëren. Dan gaan we kijken, gaan we misschien een budgetplan maken. We gaan kijken om je schulden in een overzicht te zetten. En meestal krijg je dan meer inzicht en meer overzicht. En gaan we samen een oplossing daarvoor vinden. Ja, want het overzicht is wat veel mensen in zo'n situatie missen. Ja, kwijt zijn inderdaad. Ja. Mensen proberen dan ook vaak met korte termijn oplossingen problemen op te lossen. En voor ons is het, wij kijken meer naar een duurzame oplossing. Ja. Ja. Dit is het moment dat mensen zelf aan de bel trekken. En, want dat is hoe mensen bij jullie komen, door jullie te bellen, te mailen. Krijgen jullie wel eens tips van mensen die zeggen, ja, mijn zus heeft het ingewikkeld. Kunnen jullie daar iets mee? Hoe gaat zoiets? Soms hebben we wel eens bijvoorbeeld een zus of een bezorgde ouder aan de telefoon die aangeeft, nou, ik heb iemand in mijn omgeving die eigenlijk behoorlijke geldzorgen heeft. Wat wij willen is eigenlijk met die persoon zelf spreken, ook in het kader van de privacy. Dus dan informeer ik wel het familielid of de vriend of degene die belt. Maar het is wel de bedoeling dat degene die, waar het over gaat, dat die zich aanmeldt bij schuldhulpverlening. Nu is het zo dat mensen kunnen naar ons toe komen, maar wij gaan ook actief op zoek naar mensen die problemen hebben met het betalen van hun rekeningen. Dan, je noemt zelf al privacy, maar want hoe gaat dit dan? Jullie gaan actief op zoek. Hebben jullie een overzicht van mijn banksaldo? Nou, per 1 januari is er een nieuwe wet in werking getreden. En dat betekent dat als je achterstanden hebt in de betaling van je vaste lasten, dat de energieleverancier, de woningbouwvereniging, water, die mag dat melden bij de gemeente. En dat komt dan eigenlijk bij ons terecht. En wij gaan dan in eerste instantie bellen en kijken wat de situatie is. En dat heeft eigenlijk meer als doel dat je erger probeert te voorkomen. Ik zou me kunnen voorstellen dat als ik zie een onbekend nummer in mijn telefoon. Ik neem op met de gemeente, met de schuldhulpverlening. Ja. Mijn beeld is meteen, ik word op het matje geroepen. Is dat wat er gebeurt? Ik kan me wel voorstellen dat men zo zou kunnen denken, inderdaad. Maar het doel erachter is eigenlijk toch wel meer om te voorkomen. Dus ja, het lijkt op bemoeienis. Ja, maar goed, dat is... Kan je voorstellen... Karin. Dan, verwarren, hè? Schuldhulpverlening en schuldsanering. Dat mensen dat door elkaar halen. Want, wat is het verschil? De schuldhulpverlening is eigenlijk een vrijwillig traject wat je ingaat, waarbij de consulenten ook naar de schuldeisers in contact komen en met elkaar kijken van hoe kunnen we tot een oplossing komen, tot afbetaling waar alle schuldeisers het mee eens zijn. Schuldsaneringstraject is rechtelijk opgelegd en... Ik denk dat jullie dat beter weten dan ik denk hoor. Dat je bedoelt, je hebt de MSMP, maar dan gaan we wel moeilijke termen gebruiken. Dat is het minnelijke traject en dat is een schuldbemiddelingstraject inderdaad wat wij zeg maar doen. Ja. En je hebt het wettelijke traject en dat is de WSMP. En dat is eigenlijk, daar ga je echt wel een beetje de diepte in. Het wordt heel technisch. Ja, dat wordt echt heel technisch. Dan ga je in als de schuldeisers niet akkoord gaan met een schuldregeling. Dus precies, dan ben je wel een stapje hoger. Verder. Ja. En dan gaat de rechter uiteindelijk beslissen of je daarin terechtkomt, nee. Karin, je hebt zelf het woord gegrepen. Dat was ook de uitnodiging. Fijn dat je erbij bent, want jij wilde graag ook het verhaal vertellen van degene die te maken hebben met dit soort instanties. Voordat we daarop ingaan, je zegt, ik wil het er graag over hebben, maar liever niet vol in het zicht. Waarom wilde je het erover hebben? Zullen we daar beginnen? Ja,
touw ten eerste omdat er gewoon zoveel vooroordelen nog bestaan over mensen die schulden krijgen of die in schuldhulpverleningstrajecten komen. Zo van, nou, ze zullen het wel zelf over de balk gegooid hebben. Nou, wat ook een hele bekende is van, oh, je zal de hele weekend wel leeg gekocht hebben en dat soort dingen. Terwijl het eigenlijk iets is wat iedereen kan overkomen. Ja, want en, Karen, eventjes kijk me in de ogen. Heb jij de hele weekkamp leeggekocht? Nou, soms dacht ik was het maar waar, maar nee, absoluut niet juist. Hoe kwam jij in de schulden? Nou, in mijn situatie was het van, ik was toen alleenstaand moeder met twee dochters. Het begon in 2013 dat mijn oudste dochter, die werd 18, hoe heet het? De kinderbijslag viel weg en ik moest toch een goede ziektekostenverzekering voor de afsluiten. Daar begon het eigenlijk al mee. Dat het gat dus een bijdrage ging weg en kosten werden meteen hoger. Dus ik kreeg een heel groot gat al. Nou ja, het vervelende wilde dat in datzelfde jaar zowel ik allerlei medische klachten kreeg als zijnde een van mijn dochters, waar deels wat niet vergoed werd, dus werd kwam ik nog verder in de schulden. Plotseling stapelden de kosten zich op en de bijdragen werden minder. Ja. Dat kan elk mens overkomen. Dat is denk ik ook wat je hier wil vertellen. Toch zeg je, nou, maar ook al kan het elk mens overkomen, en ik geneer me er zelf niet voor, wil ik toch liever niet in beeld. Waarom is dat dan? Nou ja, omdat ik toch gemerkt heb dat je gestigmatiseerd wordt. Waaraan merk je dat? Nou, dat als je het erover hebt, hoe mensen je aankijken. En inderdaad, wat ik al zei, van, nou, veel mensen denken dat het gewoon echt door je eigen toedoen van verkwisting is. Mm-hmm. Misschien dat juist nu in de coronatijd mensen veel meer begrip ervoor gaan krijgen, omdat ze zelf in hele moeilijke financiële situaties terechtkomen. Maar merk je zelf dat je met scheve ogen wordt aangekeken als je het vertelt aan mensen? Ja, in die zin met de combinatie dat ik door het zo geringe geld ook gebruik moet gaan maken, in mijn ogen godzijdank, van de voedselbank. Maar als je dat dan ook nog eens erbij aankaart, dan werd je helemaal nog schever aangekeken. Min of meer gediscrimineerd als te min zijnde, heb ik ervaren met mijn overburen in Nieuwegein. Dus, zijn dit verhalen die jullie meteen herkennen? Ja, ja, dat herkennen echt we zeker. Herkenbaar. Ja, zeker. Ja. En nogmaals, het kan echt iedereen overkomen dat je in de schulden terechtkomt. En wij hebben allebei al meer dan 7 jaar ervaring in dit vak. En we hebben gezien dat natuurlijk zijn er mensen die verkwisten en die veel te veel uitgeven, veel meer uitgeven dan dat ze ontvangen. Maar een heel groot gedeelte van de mensen komt door andere redenen in door de schuldensituatie. Door pech. Ja. En Chantal, als Karen bij jou zou komen, of misschien wel is geweest, waar begin je? Waar help je haar mee? Ik heb in de tweede fase van Karin's schuldhulpverleningstraject heb ik gezeten. De voorfase was fase 1. Dan wordt inderdaad gekeken wat Marjolein ook net al schetst. Mm-hmm. Is het inkomen stabiel? Kunnen we daar niet nog kloppen de toeslagen? Alles wordt goed bekeken. En op het moment dat inkomsten bij haar stabiel waren, zijn we een schuldhulpverleningstraject gestart. Ik weet van jou, Karin, er werd eerst sprake van beschermingsbewind. En dat hebben we er eigenlijk noodgedwongen af moeten halen, omdat ze dat gewoon niet kon betalen. Paste niet in haar budget. Dus want de hulp kostte ook weer geld. Ja, de hulp kostte ook geld. Ja, want in mijn situatie, ik raakte er eigenlijk gewoon in paniek, omdat ik het ene potje met het andere wilde betalen, dus in ieder geval dat ik in ieder geval huur en ziektekosten en elektra kon. En op een gegeven moment lukte dat niet meer. En ik dacht, oh mijn god, straks kan ik de huur niet meer betalen. Ik heb zelf in tussenvoorziening gewerkt en gezien hoe mensen gewoon hun huis kunnen kwijtraken en alles. Dus in mijn paniek zijnde heb ik niet goed onderzocht. Dus ik dacht, ik moet bewindvoering. Heb ik vrijwillig gewoon aangevraagd in mijn onwetendheid.
Nou ja, dan voordat je het weet zit je er helemaal aan vast, rechtelijk, hè, en alles. En blijkt in mijn situatie, omdat ik arbeidsongeschikt ben en een WAO heb met een kleine invaliditeitspensioen, bleek dat ik iemand ben die tussen het wal en het schip valt. Bruto verdiende ik meer dan iemand in de bijstand, maar netto had ik in de praktijk veel minder. Armoedeval wordt het dan met een mooi woord genoemd. Ik kwam niet in aanmerking voor inderdaad zo'n stadspas of voor dat bewindvoering betaald werd. Ik moest zelf €144 per maand extra, dus de bewindvoering nog eens zien te betalen. Maar op een gegeven moment deed de absurde situatie zich voor dat jij te weinig geld had om gebruik te kunnen maken van de hulp. Ja, klopt. Had je achteraf gewild dat je eerder had aangeklopt? Ja, zeker weten, zeker weten. Ja? En want dat is ook het pleidooi wat jullie net al deden. Als het nog niet in de soep gelopen is, meld je dan. Ja. Wat zou jij willen zeggen? Er kijken vast mensen die ofwel zelf misschien eens denken, ai, het begint wel nijpend te worden, of iemand kennen. Wat zou je willen zeggen? Nou ja, ik zou zeggen, schroom niet om toch, al is het alleen maar informatief, contact op te nemen met schuldhulpverlening. Mensen hebben ook een raar beeld van schuldhulpverlening, alsof dat vijanden zijn, zeg maar. Terwijl ik alleen maar gemerkt heb, zijn mensen die met je meekijken, meedenken, die keihard voor je knokken. Nou, dankzij Wil Schuldhulpverlening ben ik daarin gekomen, ben ik in het traject gekomen. Ik zeg alleen maar, top, meer dan lof. Meer dan lof voor jullie. Jullie zijn niet de vijanden, dat is duidelijk. Absoluut niet. Als mensen zich willen melden, waar kunnen ze terecht? Dat kan via onze website, daar kun je sowieso aanmelden. Je kan bellen, je mag mailen. Eigenlijk zijn er verschillende manieren om zeg maar bij ons al dan niet informatief een gesprek aan te gaan. Ja. En dan kijken ze dus naar Wil Werk Inkomen Lekstroom. Dat googelen en dan komt het goed. Ik dank jullie hartelijk. Marjolein Den Hartog, Chantal van der Wal en Karin, fijn dat je bij ons was. Ja, super. Dank je. Met de oprichting van For Youth Nieuwegein is er sinds kort een nieuwe dienst speciaal gericht op het helpen van jongeren met financiële problemen. En niet alleen voor jongeren, maar ook door jongeren. En twee van die jongeren zitten hier bij me. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Allebei van de Hogeschool Utrecht, studenten daar. Want dat is de plek waar dit initiatief is opgericht. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Nazira Bekizar en Iris Rauwenhorst. Welkom allebei. Eventjes voor het beeld. Studenten dus aan de Hogeschool Utrecht. Wat studeren jullie? We zijn tweede jaar SJD-studenten, dus sociaal-juridische dienstverlening. Sociaal-juridische dienstverlening. En toen kwam dit project op jullie pad. Hoe ging dat ongeveer? Vanuit school werden er een aantal organisaties aangeboden waar we in het tweede jaar stage mochten lopen. Waaronder Mofactor Nieuwegein. Dus daar zijn we allemaal begonnen met een groep. En daar kwam eigenlijk het signaal naar voren dat de groep jongeren bij hun heel erg gemist werd. En er zijn wel signalen dat de jongeren de hulp nodig hebben. Dus ze hadden dat signaal opgemerkt en toen kregen ze ons ten beschikking. En toen hebben ze eigenlijk met dat idee van door jongeren voor jongeren, hebben we dit opgezet. Wat zijn problemen waar jongeren tegenaan lopen? Wat is nou echt typisch iets van een 18, 20, 22-jarige? Want we hebben het over die doelgroep, toch? Of nog jonger zelfs? Het begint wel nog jonger. Zeg maar van 14 tot 27 jaar is onze doelgroep. En als je even over simpele probleempjes denkt, dan kunnen dat al zijn bijvoorbeeld bij de studiefinanciering. Nu met het leenstelsel.
En, maar het is niet als iemand zegt, nou, ik vind dat mijn ouders me te weinig kleedgeld geven. Ik trek aan de bel, los het voor me op, bel mijn ouders, zeg dat ik 20 euro meer krijg. Zo simpel gaat het niet, maar studiefinanciering... Ja, onder andere DigiD, zorgverzekering, als je 18 jaar wordt, je zorgverzekering en je zorgtoeslag. Dat zijn de simpele dingen waar je dan aan zou kunnen denken. En het loopt dan ook wel uit, het kan ook zijn met werk en inkomen, als dat nieuw is voor jongeren. Bijvoorbeeld als je 16 jaar bent of nog jonger, als je dan gaat werken. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat we heel erg laagdrempelig zijn. Dus had je een vraag, dan zijn we bijvoorbeeld online ook wel bereikbaar, dat je ons een direct message, DM stuurt met een korte vraag. En dan willen we daar ook best antwoord op misschien geven. Juist wel over het kleedgeld. Ja, ja, zeg maar als je daar behoefte aan hebt of daar iemand over wil spreken van... hey, ik weet echt niet wat normaal is of gaat dit goed, dan mag zo'n simpele vraag ook. Je hoeft niet met bergen problemen aan te komen van ik zit al helemaal in de put, zoals net ook al werd genoemd. Je hoeft niet te wachten totdat je op een gegeven moment denkt, oh, nu weet ik het echt niet meer... Liever dat je van tevoren of in het begin dat je denkt, hey, zit het hier helemaal goed, dat je dan al aan de bel trekt. Liever dat we het voorkomen en je kunnen informeren, dan dat we achteraf samen problemen hebben. Ja, en je vertelt nu, via social media kunnen mensen berichtjes sturen. Dan zitten jullie daar achter je eigen laptop antwoord te geven. Ja. Wat doen jullie nog meer? We zijn nu ook bezig met de locatie, dus mocht het nou wat ernstigere problemen zijn dan wat Iris net zei, dan zouden ze ook op een spreekuur kunnen komen bij ons. Dat we ze gewoon face-to-face helpen. Dat vinden de jongeren vaak ook wel gewoon wat fijner dan. Mm-hmm. En wat zijn dan kwesties? Wie komt erbij? Heb je een situatie al meegemaakt, iemand die je goed kon helpen? We hebben wel een aantal casussen gehad. En dan ging het bijvoorbeeld om een student die dan wel 18 jaar was, maar die dan geen schoolboeken kon betalen. En daar zijn dan wel weer organisaties voor, maar dan meestal niet meer als je 18 plus bent. En zij was net een paar maanden 18. Want dan dus... zoek je het maar uit eigenlijk. Dan moet je op eigen benen staan. Ja, nou ja, daar zou dan net weer wel tussen. Ja. Een aantal uitzonderingen voor gemaakt kunnen worden. Maar inderdaad, ze viel net buiten. Maar dat hebben we dan uiteindelijk wel kunnen regelen, gewoon via haar school. Dus, dat... Ik begreep dat in dit verhaal hebben jullie haar uiteindelijk kunnen helpen, omdat er toch ook afspraken ook op papier moesten. En dat is nog tot daar en toe, dat is een juridische hulpverlening. Maar daarna ook heel praktisch, want... Ja, het mooie was dat ze het eigenlijk grotendeels zelf al had geregeld. Ze ging een gebruiksovereenkomst met de school sluiten die echt perfect was voor haar situatie. Ze kon gebruik maken van die boeken en de school wilde daar helemaal in meegaan. Alleen het eigenlijk zat het in het kleine dat zij geen printer thuis had en niet wist hoe ze dat formulier nu kon ondertekenen. Dus het is natuurlijk, je kan niet de gelegenheid hebben dat je, of, nou ja, dat je een printer thuis hebt. Dat zullen veel gezinnen niet hebben. En nu met corona was de bieb dicht, dus kon ze daar ook niet printen. Dus toen dacht ze eigenlijk, ik heb het bijna voor elkaar, maar net dat laatste zetje kwam ze gewoon niet uit. En toen konden we eigenlijk heel simpel helpen dat je gewoon in Word onder een documentje handtekening kan zetten. En dat was voldoende, zeg maar. En juist die hulp kan inderdaad al het verschil maken. Waarom is het belangrijk eigenlijk dat jongeren door jongeren worden geholpen? Het is en het stukje over dat we hopen dat het laagdrempelig is. Dus dat we dat leeftijdsverschil, dat geen extra drempel is om erop af te stappen. En daarnaast, we snappen misschien de problemen ook beter. Dat je in dezelfde situatie, in dezelfde manier opgroeit of in dezelfde tijd. Omdat veel online gaat, dat daar misschien dat extra verbinding kan brengen. Want Nazira, herken je dat? Dat je... Ja, dus soms in één keer in het diepe gesmeten wordt en geen hulp kreeg van thuis of waar dan ook? Ja, ik heb zelf ook wel heel veel zelf gedaan. Maar ik heb ook wel weer oudere zussen die mij daarbij hebben kunnen helpen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook jongeren zijn die dat gewoon helemaal niet helpen. En dan zijn wij er voor ze. En zoals Iris net al zei, wij zijn zelf ook gewoon nog jongeren. Dus we hebben het of ook zelf uitgezocht of hulp erbij gekregen. Dus daarbij kunnen wij hun dan weer die hulp ook bieden. Dat is dus zo leuk aan dit werk. Want ik zie je, het is natuurlijk best wel zware problematiek soms die je tegenkomt. Ik zou me voor kunnen stellen dat je je zorgen maakt over mensen. Misschien ook wel over jezelf, want we hebben net ook gehoord. Het kan je zo overkomen. En toch, als je erover vertelt, merk ik, jullie worden ook blij van dit werk. Wat is er zo mooi aan? Ja, nou, het is sowieso... heel mooi wat we hebben opgericht, want we zijn in september begonnen met een aantal studenten dus. En toen bestond 4Youth nog helemaal niet.
En ja, wij hebben daar gewoon echt helemaal aan gewerkt om dat op te bouwen. En nu staat het. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon een stukje trots is van onze studenten. Dat wij dat hebben kunnen doen. Ja. Dit gaat over het begin. Hoe gaat het in de toekomst? Wat zijn jullie nog van plan? We willen eigenlijk heel erg meegaan met actuele thema's. Dus zoals nu speelt er de Week van het Geld. Daar gaan we graag in mee. En het terugvragen van de belasting. Er zijn natuurlijk een heleboel jongeren die dit jaar weer een jaartje ouder worden of 18, die dat voor het eerst mogen gaan doen. Dat we in dat soort thema's meegaan in de zomer met zomerbaantjes. Als daar vragen over zijn, contracten, dat we dan dat soort onderwerpen juist aanstippen. Jullie helpen niet alleen als er vragen jullie kant op komen. Jullie doen ook zelf onderzoek. Er zijn hele enquêtes, vragenlijsten geweest. Jullie zijn de stad Nieuwegein in geweest. We City Plaza, iedereen ondervraagd die je zou kunnen ondervragen. Ja. Gecheckt, hebben jullie problemen? Wat zijn de problemen die er leven? Verrassend ding wat eruit kwam was dat veel jongeren zelf vinden dat ze te veel geld uitgeven. Ja, dat merken heel veel jongeren inderdaad. Dat is grappig. Die konden dan van zichzelf wel zeggen dat ze, ja, ik geef eigenlijk wel veel geld uit. En ook in coronatijd meer dan voorheen. Dat klinkt tegenstrijdig op een of andere manier. Dat je denkt, kan nergens heen. Maar blijkbaar is dat tegenovergestelde komen uit die resultaten. En het stomme is dat je soms dus wel weet dat je dingen al een beetje onhandig aan het aanpakken bent, maar nog niet helemaal de oplossing hebt. Nou ja, dan zijn jullie er. Je hoopt natuurlijk iedereen te bereiken. Maar dan denk ik, wel, bereik je niet misschien ook de mensen die al een beetje met de hogeschool te maken hebben? Zijn het niet de mensen die toch al outgoing zijn en voor zichzelf opkomen? Is er nog een uitdaging om andere groepen te bereiken? Nu zijn we ook wel een beetje gefocust op de jongeren die juist wel ongezond omgaan met hun financiën. Want die hebben dan tijdens het eerste onderzoek een beetje gemist. Dus daar willen we nu wel de focus op leggen. En dan kijken we meer naar jongeren die bijvoorbeeld begeleid wonen of die al bij andere organisaties zitten en dan die bij ons dan, bij wie wij dan ook die hulp kunnen bieden. Nou, er staat een hele hoop op stapel, mooie projecten. Heel bijzonder dat jullie deze handschoen hebben opgepakt, dat jullie dit willen gaan oplossen. Volgens mij goed bezig en een mooie toekomst. Dus ik dank jullie heel erg dat jullie hier bij me wilden zijn. Namens For You Nieuwegein waren dit Nazira Bikezar en Iris Rauwelhorst. Dank jullie wel. Ja, u ook bedankt. Nog een keer Gerassimo voor alle fijne muziek tussendoor. Straks nog een langer optreden. Maar nu ga ik, nadat we met jongeren een blik op de toekomst hebben geworpen, gaan we juist weer terug de geschiedenis in. En dat doe ik met Hidde van der Kluit, voorzitter van de historische kring Nieuwegein, lid van de stuurgroep 50 jaar Nieuwegein. Dat is het feest dat dit jaar gevierd wordt. Maar wij gaan niet slechts 50 jaar terug in de tijd. We gaan veel verder om te kijken naar hoe armoedebestrijding in de geschiedenis van Nieuwegein en de voorlopers van Nieuwegein gingen. Hidde, waar wil je ons mee naartoe nemen? Misschien is het een goed idee om... Oh, we gaan eventjes de microfoon goed checken. Ja, oh, we gaan de microfoon zelfs vervangen. Ja, dat kunnen we doen. Want ik zeg al, 50 jaar jong is Nieuwegein nog maar. Maar het gebied is natuurlijk heel veel ouder. Alle dorpjes die samengeklonterd zijn tot Nieuwegein, die hebben een veel langere geschiedenis. En daar valt gelukkig een hele hoop over te vertellen. En jij weet alles daarvan. Je weet, nou ja, god, hoe ver kunnen we terug in de tijd? En jij bent er nog expert in. Maar nu gaan we naar de 17e eeuw, toch? Misschien nog wel langer terug. Oh jee. Als we naar de 16e eeuw gaan, dan komen we eigenlijk uit bij Anna van Rijn.
En Anna van Rijn die leefde eigenlijk in een periode van, nou ja, waar het in Jutphaasenomgeving, en Jutphaasen is een deel van het huidige Nieuwegein, niet heel welvarend eraan toe ging. Veel ruzies, geschillen tussen katholieken, protestanten, dat ontstond allemaal in die tijd dat Anna hier woonde. En Anna woonde niet alleen hier op Kasteel Rijnhuizen, wat er nog steeds is, maar ook in Utrecht en die heeft daar midden tussen gezeten. Dus deze dame die in 15 zoveel geboren is, jaartallen ben ik nooit zo goed in, maar volgens mij was het in begin 1500 en is overleden in 1607, die weet ik dan weer wel. Maar ze is 95 geworden, als je terugrekent dan kom je terug in 1512. Het is een bijzondere dame geweest die Nieuwegein wat heeft nagelaten. Jutphaas wat heeft nagelaten. En dat is denk ik het verhaal wat ik je mee naartoe wil nemen. Je moet je voorstellen dat in die tijd inkomen, jaarinkomen voor een arbeider, 250 gulden op jaarbasis in die tijd. Daar kon je wel iets meer mee dan nu? Ja, daar kon je iets meer mee. De inflatie heeft een beetje toegeslagen. Maar het betekent in ieder geval, daar moest je een jaar van zien rond te komen. En Anna van Rijn die zag die armoede en Anna van Rijn vond er dat ze er wat aan moest doen. Ze kwam met een heel rijk nest, om het maar zo te zeggen. Dus daarom kon ze er ook wat aan doen. En zij heeft door al die ruzies die er waren en die geschillen die er waren, toch bedacht, zeker in de tweede fase van haar leven, dat ze iets met haar geld zou moeten doen. En dat heeft ze gedaan. En wat deed ze dan? Nou, dat kun je terugvinden in Nieuwegein. Ze woonde dan op het kasteel. Het was ook wel een zakenvrouwtje. Ze wist een boel geld te vergaren doordat ze schouwrechten had. En dan moesten boeren, schouwrechten, dat dus betekent dat eigenlijk je in de gaten hield of het grondgebied waar je de baas over was, dan moesten de partijen die daar aanwonen en gebruik van maken, moesten daar geld voor betalen. Een soort huur. Ja. Dat is een heel groot gebied, want het was niet alleen Kasteel Rijnhuizen waar Anna van Rijn woonde en natuurlijk eigenaar van was, maar het schijnt dat ze ook relaties had met Kasteel Rijnestein, Rijnenburg. Nou, zo waren er een heleboel kastelen eigenlijk in Nieuwegein waar de invloed van de familie van Rijn best groot was. Nou, dat heeft zij, die macht heeft zij en dat geld heeft zij aangewend om ook nuttige dingen te doen. Niet alleen heeft ze een brug over de Vaartse Rijn gelegd, dat is hier het kanaal wat hier vlakbij ligt. En waar, die lag er al in 1100 zoveel, dat is een van de oudste kanalen van Nederland. Die brug legde zij eroverheen, kon ze daar ook weer tol over heffen. Nog meer geld verdienen. Dus geld maakt geld, dat geldt vroeger al en nu nog steeds, denk ik. Dus soms was het niet heel onbaatzuchtig. Men had er profijt van, ja, maar zij ook. Zij ook, zeker. Want zo ging het zelfs bij de mensen aan wie zij een aalmoes gaf. Ja, want als we naar het verhaal gaan, dat wat ze dan weer teruggaf aan de samenleving, dat ze zag die armoede en zei ik moet daar wat aan doen. Ze was van katholieke huizen, best lastig. Jutphaas was behoorlijk katholiek. En nou, dat was ook in de tijd dat de protestanten bezig waren om het land in te pikken. En toen dacht Anna van Rijn, nou, ik kan het in ieder geval goed doen met mijn geld. Dat deed ze ook. En ze gaf dus opdracht om meerdere dingen te doen. Ik zal ze kort samenvatten, maar eigenlijk heeft ze gezorgd voor 5 godskameren. Dat waren huisjes, kleine huisjes op het kerkveld, die helaas in 78 van de vorige eeuw gesloopt zijn. Schande, zou ik haar zeggen. Maar die gaf zij dan om 50-plussers te laten wonen. Want ze moesten er wel alleen wonen. Er mochten ook geen kinderen meer bijkomen. Dus dat was wel. Ze stelde wel eisen. En wat ze moesten doen is voor haar bidden. Kijk, dat was wel weer belangrijk. Je moest iets terugdoen. Je moest zorgen terug dat doen. Zij de hemel in kwam. Ja, ja. En ze in ieder geval dat er goed voor over haar nagedacht werd later. Wat ze ook deed is opdracht geven om wekelijks geld te geven aan een aantal armen die dan enkele stuivers kregen, wat in die tijd best veel geld was, waarmee ze zeg maar eten konden kopen en kleren konden kopen. Ze gaf ook opdracht om geld te geven en zodat er schoenen en kleding gekocht konden worden. En dat kun je ook nog zien op een fundatiebord, zoals dat heet, een soort verklaring die in de kerk van de Oude Dorpskerk hier in Jutphaas in Vreeswijk, in Nieuwegein hangt. En dat, daar staat een boodschap op waarin zij zegt, ik geef dat graag terug. Nou, eigenlijk
het feit dat ze dat gedaan heeft, die huisjes neergezet, die fundatie, die stichting opgericht, zeg maar, waaruit die gelden uitgedeeld worden aan de armen, heeft ze ook in haar testament opgenomen. Dus toen ze eenmaal overleden was. En dat heeft tot eigenlijk kort geleden geduurd. In de jaren 70 het geld nog steeds. Ja, dat klopt. 7700 gulden heeft zij gestort in dat fonds. Ik heb dat even omgerekend. Dat is ongeveer 1,5 miljoen Nederlandse guldens in de huidige tijd. 1,5 miljoen euro, sorry. Ja. Dat is heel veel geld wat in dat fonds werd gestopt. En dus al die jaren heen moest daar goed mee gedaan worden. Maar wel natuurlijk even nadenken over Anna van Rijn. En dat even nadenken, dat doet Nieuwegein nog steeds. Want ja. We hebben het Anna van Rijn College. Er is een penning naar haar vernoemd. Ja. De burgemeester die geeft enkele malen per jaar, als het goed gaat, deelt die penning uit. Dat is een besluit van het college om die uit te reiken aan mensen die zich in maatschappelijk opzicht verdienstelijk hebben gemaakt voor Nieuwegein. Net zoals Anna van Rijn dat op haar manier destijds deed. Dus misschien is dat een manier waarop tegenwoordig gezegd wordt, het is fijn dat er mensen zijn die goed doen. Ja. Dit is een mooi inkijkje in de geschiedenis van Nieuwegein. Heel veel mensen lopen door de stad, weten misschien van de naam van een locatie of van een prijs, een onderscheiding. Maar weten eigenlijk niet precies, wat zit er nou voor verhaal daarachter? En dat is wat jullie met de historische kring natuurlijk graag bekend willen maken. Ja. In het kader van 50 jaar Nieuwegein hebben jullie natuurlijk ook allerlei activiteiten. Een van de activiteiten dit jaar is de presentatie van een nieuw boek. Dat wordt in het najaar gepresenteerd. Wat kunnen de mensen verwachten? Wij proberen met een grote groep vrijwilligers ervoor te zorgen dat Nieuwegeiners hun stad begrijpen. Wat zie je hier eigenlijk? En ik zei net in zo'n opmerking over de kastelen, het verhaal van Anna van Rijn, zo zijn de talloze verhalen. Er zijn opgravingen gedaan in het klooster, dan ga je naar 6000 jaar terug, waarin moeder met kind, Ava en Inge genaamd. Ze hebben een naam gekregen om het persoonlijker te maken. En, recent een zwaard gevonden, heel recent een Romeinse helm gevonden. Dus er zit veel meer geschiedenis in de stad en onder de stad dan wij ooit dachten. Nieuwegein heet niet voor niks Nieuwegein. We zijn ooit begonnen met het gein. En zoals ik er straks al zei, in 1100 hebben we hier al een sloot gegraven. We graven nog steeds sloot. En die verhalen die kun je bij ons ophalen. En wij willen in dat boek dus proberen om inwoners van Nieuwegein uit te nodigen dat boek aan te schaffen. Te zorgen dat je het kunt lezen. En in de bibliotheek kun je natuurlijk ook krijgen. Het boek is nog niet af, is er wel al een titel? Eind van het jaar. Nee, we hebben alleen nog een werktitel. Dus de titel die onthullen we later. Dus dat komt. Die scoop ga je niet krijgen. Helaas, ik hoopte erop. Maar de historische kring Nieuwegein is met veel mooie projecten bezig. En ons museum is ook weer open en dat is denk ik vandaag ook wel goed. Met de Stadspas ben je er altijd welkom. Kijk, heel goed dat benoemd is. Ik wil je hartelijk danken, Hidde van der Kluit, namens de historische kring Nieuwegein. Dank je wel. En eerder dit programma kondigde ik hem al aan. We zouden hier bezoek krijgen van Jurgen Rijman. Nou, en daar is hij als bekend van. Rijman is laat natuurlijk. De gastvrije en gulle tante S. Hij leek het toonbeeld van succes. Was dat ook? Is dat ook? Maar dat wil niet zeggen dat je dan geen geldzorgen kunt hebben. Die heeft hij gehad. Daar is hij heel open over. Dat heeft hij laten weten in boeken waarin hij niet alleen raad geeft, maar ook raad zoekt. Rijman zoekt raad is de titel van zo'n openhartig boek. En nu is hij hier bij ons om zijn gedachten te delen over omgaan met geld, omgaan met geldzorgen. Jurgen Rijman. Ja, een hele goede middag, lieve mensen. Ik heb een speciale opening voor vandaag geschreven en die wil ik jullie onthouden. Ik dacht, ik ga het uit het hoofd doen, maar dat vond ik te aanstellerig. Dus ik heb het gewoon even nog op mijn telefoon staan. En het begint zo. Iemand zei me ooit dat je van schulden dom wordt. En toen ik schuldvrij was, maar niet onschuldig, dacht ik dat het waar was. Ik dacht, nee, van domheid krijg je schulden. En ik was slim, echt slim. Zo slim dat ik mijn eigen domheid niet zag. En dus kwam ik in de schulden terecht. En terecht, zult u dat zeggen, hoogmoed komt voor de val. En ik zat in de put. Maar door verantwoordelijkheid te nemen voor mijn situatie, heb ik ook moed kunnen putten uit de val. En natuurlijk heb ik niet direct verantwoordelijkheid genomen toen het fout ging. Als je eenmaal, als er iets met je gebeurt, dan begin je iedereen in de buurt de schuld te geven ervan. Want ja, ik heb het niet gedaan. Het is jouw schuld.
En dan probeer je het van je af te schuiven. Want je denkt, als ik dan een andere die verantwoordelijkheid geef, dan heb ik er geen last van in elk geval. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik wel de verantwoordelijke was. Dus toen moest ik verantwoordelijkheid nemen, zoals je dat zegt. Ik dacht, weet je wat, als ik toch de enige ben die voor mijn problemen kan zorgen, dan schuif ik ze een beetje voor me uit. Dus ik deed mijn post maar niet open. Ik denk, dan kom je maar met je herinnering en je aanmaning. Ik zie het toch niet. Wat ik niet wist, is dat daarna de deurwaarder komt. En die komt niet in een envelop, maar wel met een bonus. Maar de schuld wordt groter dankzij die deurwaarder. Waar ik achter kwam, dames en heren, is op een gegeven moment dat je gewoon met mensen moet gaan praten erover. Vooral praten met de mensen aan wie je een schuld hebt. En langzaam maar zeker lukte het mij om ook eruit te komen. Ik heb er keihard voor moeten knokken, 3 jaar lang. En toen ik dacht van, zo dichtbij ben ik en ik had het helemaal goed. Toen kwam tante Corona. En tante Corona, die gooide weer roet in het eten. Want binnen een maand was ik ongeveer 80% van mijn jaarinkomen kwijt. En ik kon weer opnieuw beginnen. En het afgelopen jaar ben ik weer even gaan zitten. Niet in de gevangenis, gewoon thuis. Thuis van bewaring, want ik ben al 34 jaar met dezelfde vrouw. En toen kwam ik erachter van dat ik op zoek moet gaan naar mijn passie weer. Ik moet gaan doen wat me gelukkig maakt, want als ik dat doe, dan krijg ik mijn PhD. En mijn PhD, dat staat voor passion, happiness en drive. Als ik iets doe waarvan ik gelukkig ben, dan krijg ik daardoor, word ik daar gelukkig van. En dan krijg ik ook de drive om elke dag op te staan met het gevoel van yes, ik mag er weer tegenaan. Hoe diep je ook valt, hoe slecht het ook met je gaat, er is altijd dat lichtpuntje. Concentreer je op het ene wat wel goed gaat in je leven. En dan zal je zien dat dat als een olievlek steeds verder uitwaait. Je staat er nooit alleen voor. Je kan soms jezelf heel eenzaam voelen en denken dat het zo is. Maar er zijn meer mensen die je willen helpen dan je denkt. Geef het gewoon even aan. En dan komt het goed. Dankjewel. En, ik moet de andere kant op. Ik mag niet voor je langslopen, want anders krijgen we dat weer. Ja, nee. Dan krijg ik een hele boze cameraman. Dus, Het is nu toch nog bijna gebeurd. Ja, Jurgen, dankjewel. Dankjewel voor dit verhaal. Toch, hè. We hebben het beeld van jou. Jij had het beeld van jezelf. Ja. Succes. Dit gaat allemaal hartstikke goed. Niks aan de hand. Ik verdien goed. Ik woon in een mooi huis. En dan ineens. De wereld ligt aan je voeten. Maar hoe kon het in één keer misgaan? Ik had de investering gedaan en daarvoor had ik een lening genomen. En die lening had ik in vreemde valuta genomen, maar dat was mij geadviseerd dat het verstandig was. Ah. En ik heb economie gestudeerd, maar nooit afgemaakt. Dus, Dat laatste kwam ik erachter dat het wel essentieel was als je denkt dat je financieel belangrijke beslissingen kan nemen. Dus ik stond de ochtend op en door een koersverschil stond ik 6 ton in de min. Dat is fors. Dat is heel fors. En geloof me, dan sta je op en dan sta je elke dag met de knoop in je maag op. En dan blijf je met die knoop in je maag lopen, want je denkt van shit, hoe kom ik hieruit? En ik heb op een gegeven moment heb ik gewoon, zoals ik het net zei, ben ik gewoon gaan praten met de mensen. Ik ben met de bank gaan praten, ik heb met iedereen ben ik aan tafel gaan zitten. Ik zei van luister, ik wil er gewoon uitkomen. Mm. En die hebben hem toen ook geholpen om eruit te komen. Maar mensen zullen zeggen, kijk, als je op een 2-kamer flatje woont en je hebt flinke schulden. Ja, hoe los je dat op? Maar meneer Ruijman, die verkoopt toch gewoon zijn Porsche? Ja, dat was maar waar. Maar die Porsche was ook van de bank. Dus daar heb je niets aan als je die verkoopt. Maar die was ook maar een leasebak. Nee, ik dacht ook van, ik kom wel weer aan de bak, weet je. Ik dacht van, want mijn programma stopte, bij de televisie was gecanceld. Alles stopte, ik was gestopt met theater. Dus ik had gewoon geen inkomen van de een op de andere dag. En dan raak je in paniek ook, want dan ga je allerlei dingen doen. Ik denk van, ja, iedereen kent me, dus ik ben allerlei formats geschreven voor televisieprogramma's, voor radio. Naar iedereen gestuurd die ik kende binnen het veld, maar ik kreeg gewoon 0 op het orkest. Dus, maar maakte dat ook extra moeilijk? Juist die bekendheid, juist het succes. Jij wilde natuurlijk niet dat je die avond bij Op1 of wat dan ook zat om te vertellen, jongens, ik red het niet meer. Nee, tuurlijk. Je hebt op een gegeven moment heb je last van een soort sociale schaamte dat als het met je gebeurt. En zeker door het succes, doordat je de man on the mountain was. Dus iedereen denkt van, wauw, dat gaat toch nooit fout. Maar ik heb juist toegeleerd van, nee, deel je verhaal. Want ik ben niet de enige. Er zijn nu op dit moment genoeg BN'ers
die echt in de financiële problemen zitten ook. Maar doordat je wordt op een voetstuk wordt geplaatst en iedereen naar je kijkt, denk je dat je daar niet over kan praten met mensen. En ik heb juist gemerkt, door te praten erover, door eerlijk te zijn, een boek te schrijven op mijn verhaal, dat het me geholpen heeft om weer eruit te komen. Dus ja, bekend zijn, het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen, maar ik vind, gebruik het positief en laat anderen zien dat hoe bekend je ook bent, hoe succesvol je ook bent, ook dan kan het nog hartstikke fout gaan. Het grappige is dat je dat open zijn eigenlijk allang wist op twee manieren. Tante S die zo probeerde om het meest kwetsbare uit de mensen naar boven te halen. Je hebt als coach gewerkt, werk je nog steeds. Je geeft levensadvies, tips en een van die dingen is vertel waar je mee zit, wees open. Alle andere mensen geven die tips. Waarom is het soms zo moeilijk om zelf zo'n goed advies te volgen? Ik denk dat het te maken heeft met het stemmetje in ons hoofd. En het stemmetje in je hoofd is het stemmetje dat je zegt niet doen, want dan ben je loser. Niet doen, want dan gaat men over je praten. Niet doen, anders word je buitengesloten. Je hoorde net in het begin van die mevrouw dat die dat echt ook zo ervaarde. Dat ze echt ook werd buitengesloten en dat ze de schaamte overheen moest komen. En dat begrijp ik ook dat er gebeurt. Maar het stemmetje in je hoofd, dat is juist het stemmetje van al die mensen om je heen die jou proberen te invloeden, maar die jou eigenlijk voor jou geen betekenis verder hebben. En ik heb geleerd om me te concentreren op dingen die wel belangrijk zijn. De mensen die wel iets met me menen. En het stemmetje in mijn hoofd weet ik nu, dat is niet mijn stemmetje. Dat is het stemmetje van de zogenaamde sociale controle. En als je dat goed weet te relativeren, dan kan je het ook een plek geven. En dat heb ik nu ook gedaan. Dus ik heb zo ook gezegd van ja, ik heb niets om me voor te schamen. Ik bedoel, sommige mensen zeggen, ja, maar je moet dat niet vertellen, want anders gaan ze zien dat je alles fout... Ja, ik heb alles fout gedaan en dan praat ik erover met mensen, hopende dat anderen niet diezelfde stomme fouten maken die ik maak. En ga jij die fout nog eens maken? Nou, ik ben mens, het zou best kunnen, maar ik doe 11 keer mijn best om het niet te doen. Maar dat is inderdaad het grappige. Je zou zeggen, ik ben in een valkuil getrapt en nu zeg ik stoer, nou, daar heb ik van geleerd en dan doe ik het niet meer. Ja. Maar inderdaad, het kan iedereen overkomen, het kan iedereen ook 10 keer overkomen. En weet je wat het ook is in Nederland? Hebben in Nederland door ons Calvinisme hebben zoiets van, als je 1 keer failliet bent gegaan of in de problemen bent gekomen, word je voor de rest van je leven als een loser gezien. En dan denken mensen, ja, daar moet je niet naar luisteren, want die weten niets van. Terwijl als je kijkt naar de meest succesvolle ondernemers, dat zijn vaak ondernemers die 1 of 2 keer failliet zijn gegaan. In een land als Amerika is het juist ook zo, van als je failliet bent gegaan een paar keer, wil iedereen zaken met je doen. En dan denken ze, nou, die weten 11 al hoe je dat niet meer moet doen. Dus het is ook een soort collectieve mindshift die we met z'n allen moeten maken. Om te begrijpen dat mensen met schulden heel veel waardevolle informatie hebben om deze gemeenschap juist te helpen dat we niet met z'n allen in hetzelfde probleem komen weer. Ja, er is ooit een mooi onderzoek gedaan. Ze dachten in de oorlog, de vliegtuigen die terugkomen, daar moeten we even naar kijken van hoe hebben ze het overleefd. Ja. En daar gingen ze dan nieuwe plannen op maken, terwijl ze zich pas achteraf realiseerden, nee, wacht eventjes, we moeten niet naar de succesvolle vliegtuigen kijken, maar we moeten kijken, wat ging er mis, wat kunnen we leren van de vliegtuigen die... Dat is precies de analogie die je hiervoor kan gebruiken. Ja. En het heeft echt te maken hoe wij ernaar kijken. Weet je, ik ken niemand, echt niemand, die bewust de schulden in is gegaan, of die bewust de fout in is gegaan. En ik zei ook net zo, soms leek het alsof je dom wordt door schulden, mensen zeggen dat. Maar het heeft ook te maken met die paniekreactie. Dat je met het ene potje het andere probeert te vullen. Op een gegeven moment wat vroeger, is het domste wat je hebt gedaan? Het domste was die investering, maar op een gegeven moment, vroeger kreeg ik altijd die post van, uw bedrijf kunt zoveel lenen, door je bedrijf kan je zoveel lenen. Kijk naar ons, we hebben voor jou de ideale lening. Wil je nu een investering doen? Nou, hier moet je zijn. Kregen vandaag weer eentje. Die las ik nooit, ik deed ze altijd direct weg. Maar toen ik in de problemen kwam, toen begon ik ze wel allemaal te lezen. En toen dacht ik van nee, dit gaat fout, want hiermee ga je zelf nog verder in de shit werken. Dus het is moeilijk, maar ik blijf mensen zeggen, praat erover en je staat er niet alleen voor. Als je dat maar beseft, dan zie je dat je veel makkelijker uitkomt. En we leven in een land waar als je echt je best doet, geloof ik oprecht, dat je dus uit de schulden kan komen en dat je ook weer een nieuw begin kan maken. Dat is ook de kern van het boek, Ruiman zoekt raad. Ja. Daarin deel je je zorgen, deel je problemen en deel je vooral, we moeten erover praten. Ja, en ik deel ook hoe ik eruit ben gekomen. En nogmaals, ik ben geen guru of zo helemaal niet. Ik zeg, voor mij heeft het zo gewerkt. En kijk wat het voor jou kan betekenen.
Ik zou 3 van die boeken meenemen, maar ik dacht van nee, weet je wat, vandaag moeten we ook iets vieren met elkaar. Dus ik heb 3 kookboeken meegenomen die ik graag cadeau wil geven. Ja, 3 boeken die door een bekende van jou is, dat ja, toch, dat Tante is, ja. S? Ja. Dat was dus een van de projecten die ik heb gedaan toen ik in de problemen kwam met mevrouw. Ik dacht van nou, weet je wat, we moeten iets gaan publiceren. En we zijn allebei gek op koken. En dit is een redelijk succesje geworden dat ons door een moeilijke tijd heen heeft gesleept. Dus ik wil het graag met mensen delen. Het zijn eenvoudige gerechten, het zijn geen dure gerechten. Maar het is wel een heel vrolijk boek. En ik hoop dat ik hiermee ook een beetje vrolijkheid in de levens kan brengen van deze 3 winnaars. Nou, perfect. Want die winnaars, dat zijn mensen die hebben meegedaan aan de prijsvraag. Tips hebben gegeven. Hoe kan je besparen? Hoe kan je zorgen dat je geldzorgen ietsje kleiner zijn? Ja. Daar hebben we 3 mensen die we blij mogen maken. En ja, als jij zo goed wil zijn om niet alleen deze boeken te doneren, maar misschien ook wat te signeren. Ik ga zeker iets voor een boodschap erin schrijven voor ze. Kijk, absoluut. Dat is heel leuk. Dan mag ik bekend gaan maken wie die winnaars zijn. Wij hebben, ik hoop dat ik de namen netjes en goed uitspreek, Ingrid Osorio Puente. Gefeliciteerd. 1 van de boeken is voor jou. We hebben iemand die een inzending heeft gedaan onder de naam A. Heidel. Nou, dan moet je even schrijven, beste A. Beste A. Zo ben je ook wel weer. Zo ben ik geen enkel probleem. En 1 van die boeken wordt opgestuurd naar Irene Keur. Als je 1 van deze gelukkigen bent, dan maak je geen zorgen. De organisatie neemt contact met je op. Je hoeft daar zelf helemaal niks voor te doen. En dan krijg je die boeken opgestuurd met een mooie opdracht. Een mooie handtekening van Jurgen Ruijman. Ik dank je hartelijk. Mag ik ook een tip geven? Ik wil 1 tip die ik heb geleerd, omdat ik verdiende veel geld en ik gaf het ook uit voordat het binnen was gekomen. Maar leef elke dag alsof je geen cent te makken hebt. Ook al heb je nog zoveel geld in je portemonnee, doe alsof je geen cent te makken hebt. En dan zal je zien dat je steeds met veel minder rond kan komen. En dat je het ook op een gegeven moment veel meer overhoudt wanneer het weer goed met je gaat. Kijk. Ze hebben tenminste afgesloten met een wijs advies. Ik wil je hartelijk danken. Fijn dat je hier bij ons wilde zijn. Jurgen Ruijman. Dank je wel. En wij sluiten af. Ik beloofde het al aan jullie. Jullie hebben de pianist in ieder geval al gehoord. Gerassimo Podaras. Hij is hier samen met zijn muzikale steun en toeverlaat. Zij gaan muziek spelen en zingen. Een hele verzameling liedjes over geld. En er is in de geschiedenis van de muziek heel veel gezongen over geld. We gaan er nu van horen. Gina Voca is erbij. En het slot is voor jullie. Seems like everybody's got a prize. I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? We're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price. Ka-ching, ka-ching, ain't about the ba-bling, ba-bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid grounds, 'cause everything around me is falling down. And all I want is someone to help me. What I need, said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar?
with me. Mijn vriend Def Rhymes wel. Iedereen houdt van toekomst. Iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Maar mijn vriend Def Rhymes wel. Iedereen houdt van toekomst. Deze kennen we allemaal, toch? Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I had a little money, it's a rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. Money, 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 so funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Na, 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 na. If I was a rich girl, na, 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 na. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. No man could dress me, impress me, my cash flow would never ever end. See, I have all the money in the world if I was a wealthy girl. Na 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 na. Nog eentje? Nog eentje? Nog eentje? Nog eentje? Een heerlijk ouderwetse. Poen, 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 poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, 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 poen. Zou je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen? Je hoort vaak zeggen dat geluk niet te koop is, maar geld doet wonderen, vooral als het een hoop is. Bedankt voor het lekker meelachen, meezingen thuis. Dit is Gerasimo, mijn naam is Gina Voka. Dames en heren, was de Pep Talk Show. Live vanuit de Kom in Nieuwegein. En ik dank al mijn gasten, met name de muzikale gasten die zo dadelijk nog een fantastisch toegift geven. Ik dank alle technici van de Kom die dit mogelijk maakten. Ik dank u voor het kijken en hoop u terug te zien bij een volgende keer van de Pep Talk Show. Tot ziens. Boen, 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 boen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Boen, 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 boen. Zou je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen? Je hoort vaak zeggen dat geluk niet te koop is, maar geld doet wonderen. Dank jullie wel.